그래서 예를 들어 기사라비스 마비는 자꾸 개념이죠 다. 그래서 렉은 해를 쓰고 느낌이 뭐라 이렇게 되는 데 포함은 무슨 바 수요인. 그래서 또 바이 사비스 마 지금 이제 네. 그 프랑스 바탕을 넣는 누나. 아직 이거 아까 그 아까 혹시 이게 뭐를 시작하면 이게 레슨 다 아까 나한테 또 없다. 이제 저 아르케어를 이거 봐는 그때 좀 뭐지 됐어. Ik was ook wel ik heb een science geworden, dan moest ik ook maar alleen dat ik niet, dat door zwakheid heet. Dus die inziening is een oorgeef die is keer verzet, toch? Dat is absoluut verwoest. En dat is allemaal wat die school is wereld. Je vindt die mensen zeer je zwakheid heet, niet? Je moet stil houden. En je weet dat van elkaar. En dat kan jouw maken van jou, nee. Gelukkig is ons, als die zwakheid dat ons heet, en dat is allemaal die zwakheid heet. Gelukkig is ons als het kan wegsteken. Daar is het ook weer niet zo gelukkig. Eindelijk zei de Heer, maar ons moet hier in kerk een plek wees waar ons elkaar zijn zwakheden kan opvangen. Waar ons kan zwak wees zonder dat mensen joods kunnen maken. Maar nu is het zo, ik kan het zien, ik zo'n beetje mank, staan ze een beetje moeilijk. Ik kan niet zeer wat zegt er van je tent. Dus ik zo'n beetje hier in pijn. Maar jullie allemaal zullen zeggen, ach, goeie toch en jammer. En, niet zo zeer en is jammer dat zo. Maar waarvan als ik aan jullie zeggen dat ik het al gegaan voor een aanbijoperatie? Nee. Hoe stel jullie dat allemaal voor? Dus ik denk, aanbijoperatie. Het is lekker een aanbijoperatie gemaakt. En gaat slag toegediend. Echt, nou het klopt joods. Ik heb zelf al die joods, ik weet gedacht. Soms maak je maar een grapje daarvan, maar wat ging je doen? Het probleem daarmee is dat ons maar jokes is goed. Maar soms maken ze die jokes om mensen zeer te maken. En dat is nog niet meer funny. Bijvoorbeeld dat voor Oscar een story is. Ik wil nou dat het vermoed is dat hij dat zijn vriendin geschiet is. Nou kan hij misschien jokes maken met die. Nou is het een free for all. Dat hij iets verandert dan daarna. Dat hij niet meer heeft. Wat is zo gemeen aan ons om dit te doen? Ons nou werk, wij moeten echt verder met elkaar. Misschien dat jullie nog jong is en alles is reis en zo. Je hebt niet vreselijk zwak hierin of zo niet. Dan kun je nog iets jokes maken, maar jij gaat dan wel eraan. Dan ga ik het ook niet jouw jokes maken. Probeer niet zo lekker wat werken. Voor water werken niet zo lekker is. Maar mensen willen ook niet eens verschijnen. Je moet naar de kerk komen. Je moet hier toch een mooie wees, als een recht wees, als een plek wees. Je mag hier zwak wees, of een ander probeer sterk wees. Of toch probeer sterk wees niet kerk. En ik heb die kerk deze plek waar ons elkaar kunnen zien, maar dit is mijn zwakke. Ik heb die Heer nodig. Dat is eigenlijk voor ons allemaal moet zijn. Maar ons steken nog steeds voor elkaar weg. En dan is het nou van Mozes, die hakkelaar. Ons zou eigenlijk zeggen, Heer, maar het is nou niet zo'n goede plan om van Mozes blijven van die volk te maken. Ik wil, stel je net voor, zoals het gebeurt, Mozes daar in de woestijn en die volk en dan allerlei totigeen aangevangen. Gezonde voor de Heer, en nou moet Moses staan voor de hele volk, en nou moet hij vir bestraf, en sê maar, jylle was verkeerd. En dan begin hy nou haken, nou, wat, hoe dink jylle is dat dit uitgedraai het? Kinderkies daarachter, ek het jou daarvan gemaakt het. En Moses dink natuurlijk ook so, Moses sê nie, jylle, dit gaan nie werk, nie, ek, hierdie swakheid vir my, hoe sê dit, dit sal nie werk. En dat hy nou jylle leers soos konings wat ek het. Hy begin nou weer te sê, maar wie is ek nou eindelijk, wat gaan die farao, die grootmachtige farao? Ek sê nou dat hy net op my beleidingskruis gezien, so ek nou naar die president van Amerika toch zo gaan. En van my sê, maar jy moet nou al die, sê maar die Spanjaardse slaven of mense wat daar werk, moet jy nou samen, van nou samen met my die land uitgaan. De werkkracht van die land. Wie is ek nou? En nou akkelijk nog, boonop nou, waar gaan ek nou daar gaan en vervallen oor tyf, om die mense te laat gaan. En nog erger, die Bijbel sê nou, die mense is dood wat vir Mozes geken het. Want Mozes het ons die Egypte na dood gemaakt, juist oor die slavendrijverij van die Israëlieten. So hy is natuurlijk bang, as hy daar kom, tien herken iemand om, en dan sal hy dood gemaakt word. So, dan wil hy weer een goede verskoning, is my vraag. En dan die volgende ding wat hy sê, ach jy, maar sê nou echt naar die volk toe wat dan voor hoeveel jaar buiten Israël was, dat onthou hulle nie is van God.
Nou, weet hulle nie eens meer, wie is die God van Abraham, Isaac en Jakob? Wat gebeur as dit nie? Dan sê God, nie waar nie, ek sal vir hulle oortuig en so, ek is by jou, wees rustig. Dan leer hy nou 'n lang stuk wat hy verduidelik. Hy mens sou net kon sê, hy gee klaar die bevryding vir die volk. Hy verduidelik hoe Moses moet gaan na die leiers toe. En dan moet hy na die Farao toe gaan en vir hom sê, en dan gaan die Farao nie na hom luister nie. En dan gaan God vir hom die plaas stuur en dan gaan hy uiteindelik van die Farao luister. En dan gaan die hele volk uittrek uit Egipte met hom goud in hulle sakke, want die Egiptenare gaan hom vir hom goud gee om te gaan. Dis eintlik ongelooflik, die bevryding het eintlik reeds gebeur, soos God dit beskryf. Maar Moses lyk as hy glad nie geluister na die storie nie. Moses se eerste woorde na God so lank om hom verduideliking van wat gaan gebeur is. Ag Here, maar sê net maar luister nie vir my. Sê maar as glo nie, jy het aan my verskyn. Wat gaan dan gebeur? Ek sê net maar vir jou tekens. Nou gee ek teken. Nou sê goed, gooi daai kierie en moet kierie en slang. Dis nou 'n wonderwerk, want almal sal tot nog glo dat 'n wonderwerk is. En steek jou hande aan jou mantel en dan uit jou hoofd, sommer belaars aan. En dan as jy hem weer terugsteek, dan hou jy, wow, dis hand toch weer recht. Dis een wat stil wonderwerk. En as jy dit in hoofd gloed, dan kan jy water aan die nil vat en op grond gooi, dan kan dit in bloed vaan. Maar wie, dat is allemaal natuurlijk gloed, as jy dit die voet sien. Wat sê Moses? Sê Moses, yes, ek vir hoe hy gaat ons. Nee, Moses sê, Heere, maar ek kan nie lekker praat nie, ek hakel, die tong sikkel, ek kon dit ook nooit doen nie. Ek weet nie, ek dink nie eens die recht hou nie. En die Heere sê, maar hy het alles gemaakt, hy het al ons oore gemaakt, al ons monde, en as hy vir jou die kracht het, dan kan jy praat. Al hakel jy, hy sê vir hulle laat luister. En dan sê Moses, hy het sy redes nou net op, maar enig het hy gesê, maar Heere, wat is die liefde van jou anders? Ek wil hierdie swakheid van my, hierdie onvermoe van my, is te erg. Jy sal nooit iets gaan doen wat ek is nie. So sê Moses. Wat sê God? Sê ja, nee. Sê jy so, ja, nee, as jy is die jakel en jy is bietjie swak, en bietjie lawaardig, en sê ek gaan nou nie in vir jou kan vat. Is dit wat God sê? Nee, dis nie wat God sê. God sê, nee goed, ek sê van Aaron praat, hy sê bietjie praat, jy kan met Aaron praat, as hy nie voor praat. Nou, hoekom het die Here nie maar net van Aaron gevat? Aaron het ons in sy woord goed gestaan doen. Hy kom ons nou van Moses gebypass, net recht van Aaron gevat. Om Moses as ons so ding gestaan, ons laat die God nie. Hy gebruik ons juist in ons swakheid. Deel ons swakheid. Want dan is hy ons kracht. Dit is hoe Paulus het stel in 2 Korintiërs. Hy sê, daarom, so dat ek nie oormoedig sou wees nie, daar vir my doring en vrees gegee, die boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. Driemaal het ek die Heere gebid, dat het van my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Nou dit is een van ons diek, diense woorde, genade is genoeg. Dis wat Heere sê. Al is ons swak, hy is sterk. En soms wat hy nie ons swakheid weg. Want dier ons swakheid en leer hy om ander te sien, wat ook swak is. En dan staan ons langs en ons, laat nie meer aan bouw verder. Want ons weet hoe dit voel. So broers, sisters, hierdie hakkelende Moses het toegegaan aan die volk toe, hy het daar al hakkelend vir hulle gesê, maar God gaan julle verlos uit Egipte. Die volk het omgegloor, die Farao het die peste getref, hulle het om geld vir hulle gee en hulle is daar weg. En die hele volk is bevry. Maar tyd daarna, paar honderd jaar daarna, toe het iemand opgekom. En hy het ook gesê, maar God wil vir julle bevry. Hy gee vir julle die bevryding. Dis wat Jesus gesê het. Wat het die volk gedoen? Het hulle geluister? Nee. Nee, die volk het grapjes gemaakt. Die volk het grapjes gemaakt. So staan het in Matteus 27.
Hulle trekte sy kleren uit en gooi om 'n pers mantel om. Hulle vlecht het door 'n kroon en sit het op sy kop en gee hom stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere van hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Broers en susters, hierso sien ons dat Jesus self, hy sou kon sê, is so gespot. Dis wat ons die mense met 'n swakhede spot. Maar jy kan sien, hy het op 'n mantel, hy het op 'n staf. Daai staf wat is oor die kop slaan. Mense sou kon sê, dis soos die slang wat vir hom gepik het. En daai mantel wat hy het, dit is eintlik daai malaatse wat hy genees het. Hy het spot van hulle af op hom gevat. Hy het self daai mantel aangetrek. Nog meer as dit, broers, is toe hulle daar om sy sy die spies steek, toe word die bloed water. So al die tekens is daar. Dieselfde tekens wat Moses gegee het. En nou is die vraag, gaan ons luister na die hakelende woord van God? Of gaan ons jou saam maak?